gekomen. Wij zijn Babs en Debbie, met weer een splinternieuwe dag. Onze reis gaat nu beginnen, alles kan en alles mag. Oh, een dag op het strand, daar had ik me al op verheugd. Een lekker plekje om te kunnen liggen. Maar Babs, dat kan toch gewoon hier? Nee. Zo makkelijk gaat dat natuurlijk niet, hè? Zo niet. Nee, ik wil het beste plekje met de meeste zonuren. En ik ga er dus even heel erg lekker van genieten. Jammer, Babs, smeer je wel goed in? Ach nee, Buddy. Anders verbrand je je. Buddy, dat hoeft helemaal niet. Ik ben al hartstikke bruin. Iedereen moet zich insmeren, Babs. Je huid is wel beter beschermd tegen verbranding als je iets bruiner bent, maar de zon blijft ook dan schadelijk. Zo, nog iets of laten jullie mij nu even met rust? Oh, niet het beste plekje om te liggen, Babs. Ooit gehoord van eb en vloed? Per dag is het 2 keer eb en vloed. Bij vloed is het water hoog en dicht bij de duinen. Eb betekent dat het water laag staat en verder weg. Het strand is dus groter als het eb is en kleiner als het vloed is. Nou, Babs, is niet de beste plek om dan daar te gaan liggen. Maar hoe werkt dat nou eigenlijk, eb en vloed? Je zou het niet verwachten als je op het strand staat, maar de maan heeft veel te maken met eb en vloed. De aarde, zon en maan werken namelijk als magneten op elkaar. De maan trekt het water op aarde naar zich toe. Daardoor ontstaat vloed. De aarde draait langzaam rond, waardoor de maan steeds een ander stuk water naar zich toe trekt. Als het water niet wordt aangetrokken door de maan, wordt het eb. Oh, wat gek eigenlijk, maar ook wel weer heel bijzonder. Als je zo op het strand staat, zou je daar niet over nadenken. Maar wat is het nu dan? Nu is het vloed. En daarom is dit een betere plek om te zonnen. Babs, wat is er? Het water, Buddy! Het komt omhoog! Wie niet luisteren wil, moet voelen! Er is iets mis met de zeebed! Nee hoor, Babs! Er is niks mis met de zee! Het wordt gewoon vloed! Er komt het water omhoog! Maar geen zorgen, het ebt vanzelf wel weer weg!